Tijdens Wereldoorlog II werd de brug in Umbeek opgeblazen. Kort daarna werd een overzet ingelegd om bewoners over het kanaal te brengen. Deze overzet werd bediend door de Charles. Na de overzet kwam er een pont om ook paard en kar te kunnen overbrengen. In 1968 werd dan de huidige brug ingehuldigd. In 1999 kwam Sas Evans op het idee om een reus te maken, Charles van den Overzet. Charles was de overgrootvader van Chantal Verlinde, bestuurslid van Sas Evans. Deze werd ingehuldigd op de julikermis van 1999. In 2004 was de brug voor langere tijd stuk en werd weerom een overzet ingezet. Ook toen werd Charles al van stal gehaald om mee te varen. Begin dit jaar, januari 2019, was er weerom een incident en mag Charles nog maar eens komen opdraven.